De organisatie Vind Licht heeft vanmorgen een eendaagse workshop gehouden met als onderwerp wrijving op de werkvloer oplossen. Het doel van deze workshop is om mensen te leren omgaan met de onderhuidse spanningen en openlijke ruzies op het werk en in hun privéleven. Carina Yapayou is coach van Vind Licht. Zij is zelf jarenlang geconfronteerd met deze problemen op de werkvloer. Nu zij zelf coach en trainer is, heeft zij voldoende tools en technieken om anderen met deze problemen te helpen. De workshop is bestemd voor iedereen 18+. Ik heb nu echt gefocust op de werknemers en werkgevers. Maar eigenlijk kan je dit ook gewoon in je privéleven toepassen. Met je man, met je vrouw, met je buurvrouw, met je kinderen. Die tools zijn dingen die je zeg maar, voor jezelf gaat toepassen en overal mee naartoe neemt. Met z'n tweeën of als groep een oplossing kunnen gaan bedenken. Dan kun je gaan praten over wat er nou werkelijk aan de hand is in plaats van blijven hangen in die wrijving. En dat wil ik graag delen. Hoe meer mensen hier zeg maar, dit kunnen, hoe beter het samenwerken ook zal gaan. Hoe meer we kunnen bereiken met z'n allen. Volgens Yapayou is de groep bewust klein gehouden, zodat de participanten elkaar kunnen verstaan tijdens de oefeningen. Mijn einddoel is om mensen te inspireren om meer te halen uit hun leven. En het resultaat is te merken in de feedback die ik ontvang van de participanten, zegt Yapayou. Nou, tot nu toe heb ik gezien dat mensen heel erg graag deelnemen. Ze doen mee met alle oefeningen en er komen veel vragen. En dat doet mij goed, want als er vragen komen, betekent dat mensen het intern aan verwerken zijn. Maar hoe kan ik dit zelf toepassen? En dat gebeurt, dus daar ben ik heel blij mee. Maar de allerbelangrijkste tool vind ik is bewust worden van hoe je zelf gedraagt, in welke staat je bent en hoe je zelf weer kalm kunt krijgen, zodat je ook rustig genoeg kunt zijn om te zien wat er speelt bij de ander en samen tot een oplossing te komen. Je krijgt sowieso een certificaat van participatie. Voor mij is het certificaat niet zo belangrijk, want het is maar een papiertje. Belangrijker zijn de tools die ik je heb meegegeven, de dingen die je morgen of eigenlijk nu al kunt gaan oefenen als je hier de deur uitloopt. Dat zijn echt de dingen die gaan maken dat je iets anders kunt gaan kiezen. Als je weer in zo'n situatie komt. Carina Yapayou, zij is coach-trainer van de organisatie Vind Licht. Ze sprak vanmorgen bij de workshop Wrijving op de werkvloer oplossen. De eendaagse workshop is gehouden op de praktijk van Vind Licht aan de Kooststraat.